Dit is de Rijstraat in Acht, een kerkdorp, pal naast Eindhoven. En op zaterdag 22 juni werd hier het festival Sinderend Acht gehouden. En de hele avond ging het goed, tot ongeveer 1 uur 's nachts. Een 18-jarige jongen werd tegen de grond gewerkt en zo hard tegen zijn hoofd geschopt dat zijn kaak op 2 plaatsen brak. De beugel in zijn mond kwam door de harde trappen via zijn onderlip naar buiten. Zijn tanden in zijn onderkaak zijn naar achteren geschopt. Het is onbegrijpelijk dat er mensen zijn die zo hard tegen iemands hoofd kunnen trappen. Met zoveel geweld kun je iemand doodtrappen. En daarom hebben we het hier nu behalve over zware mishandeling ook over poging doodslag. De politie zoekt vooral nog getuigen. Mensen die op zaterdag 22 juni bij het festival Sinderend Acht waren. We hebben al de nodige mensen gesproken, maar we denken nog niet met iedereen die iets gezien heeft. Want als je iets gezien hebt en je hebt dat nog niet met ons gedeeld, dan is nu het moment om dat alsnog te doen. We moeten de daders vinden die dit geweld op hun geweten hebben. En er zijn ook beelden gemaakt die avond en die willen we vandaag laten zien. Vooral met de vraag, herken je jezelf? Was jij erbij die avond? Neem dan contact met ons op. En dit zijn die beelden. In verband met de privacy van de getuigen hebben we de beelden bewerkt. Maar we gaan ervan uit dat je jezelf herkent als je hierbij was. Of misschien ken je anderen die erbij waren. Laat het weten. Verder zoeken we ook enkele specifieke getuigen. 2 mannen die probeerden de jongen op de grond te verdedigen. Een man met een witte broek en een roze shirt. En een andere man met een donkere lange broek en een rode jas of vest. Neem contact op. U kunt ons helpen. De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling na het festival Sinderend Acht bij Eindhoven. Een jongen werd op de grond meerdere keren tegen zijn hoofd getrapt. Een dubbele kaakfractuur en naar achteren getrapte tanden waren het gevolg. Weet jij meer? Was je hierbij? Meld je dan en help de daders van dit buitensporige geweld te vinden. Ook de mannen die de jongen hielpen wil de politie graag spreken. En als je zelf beelden hebt gemaakt, deel ze dan met ons. Tippen kan via 0800 60 70 en anoniem blijf je via M op 0800 7000. Kijk ook op onze website, je kunt er alle beelden nog eens bekijken. Bedankt voor het kijken en het meedenken. En wil je ons ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube kanaal. Misschien kun je ons wel helpen bij deze of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.